Ja, die oppositie weet het zo goed, hè. Ja, die zitten nu allemaal te schitteren met z'n allen van... Nee, die spreidingswet, die moeten we houden. Die gaat zo lekker, die spreidingswet. Daar moeten we niks aan veranderen. En wat het kabinet nu wil, en trouwens die coalitie, die vier partijen... Dat is eigenlijk een schande dat ze die spreidingswet willen opheffen. Nou, en dat hoor je nou de hele tijd. En dan denk ik bij mezelf, luister nou even goed. Ik heb al heel vaak mensen gesproken, maar ook mensen die mij schrijven. En dat zijn dan beveiligers bij een AZC. En die zeggen steeds tegen mij, Harry, die spreidingswet, dat is buitengewoon slecht. Dat moet je absoluut niet doen. Want wij zien wat voor een mafkezen en wat voor een criminele er het land binnenkomen. En die ga je dan helemaal over het land verspreiden. In plaats van dat je die een beetje bij elkaar houdt. En dat is vreselijk als je dat gaat doen. Dat is wat ik steeds gelezen heb en wat ik te horen heb gekregen. En daar hoor je niks meer over. En nog even wat, heel belangrijk. De mensen in het land hebben er ook heel weinig zin in dat gespreid over het land. Want daar hoor je ook niet zoveel meer over. Er zijn nog heel veel mensen in Nederland die in hun dorp of in hun gemeente geen AZC willen. Nee. Ze zijn er bang voor en ze weten, al die problemen die ze gehad hebben, daar in Budel en in Ter Apel, dat willen ze niet in hun eigen straat. Nee, en dan noem ik maar even een paar plaatsen op, hè. In Uggelen, in Nijkerk, in Pijnakker, in Waarland, in Emmen. En hier, kijk nog eventjes hier mee, in het Brabantse Heerlen. Ja, pas geleden. Ja. Die mensen hebben gewoon totaal geen zin in een AZC. Maar daar hoor je niks meer over. En al die mensen, die hebben dus gestemd op de PVV. In de hoop dat dat gewoon niet in hun gemeente zou komen. Ja. En die PVV, die luistert daarnaar. En de oppositie eigenlijk, zo te horen, niet. Nee. En daarom zitten ze ook niet in het katshuis.